corruptie namens Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, ik begrijp het antwoord van de minister nog niet helemaal. Want als we kijken waar gaat het nou echt over, dan gaat het over projecten die worden verzekerd vanuit Nederland. Bijvoorbeeld een vliegveld in Manila, een petrochemische installatie, een slachterij en een vleesverwerker in Mexico. Dus daar geven we nu Nederlands belastinggeld aan uit. En die verklaring zegt, dat gaan we niet meer doen. Dat gaan we afbouwen en uiterlijk in 2050 doen we dat niet meer. Dat lijkt me nou niet alsof we dan op korte termijn een probleem hebben. Dus ik snap niet waarom dit niet kan. Nou, misschien kan het dus ook wel, maar we moeten het nog even wat beter uitzoeken. Maar zoals mevrouw Teunissen het nu ook verwoord, lijkt het bijna minder ambitieus dan wat we al in Glasgow hebben afgesproken. En dat hebben we nu in Nederland geïmplementeerd, een aantal andere landen nog niet. En de Dubai-verklaring is door een heel klein aantal landen ondertekend. En dat zijn ook landen die eigenlijk geen impact hebben in die hele markt van exportkredietverzekeringen. Dus het heeft wel alleen zin als je er ook voor zorgt dat een aantal grote andere landen ook mee gaan doen. Want anders dan heeft het geen effect. Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter, ik meen te weten, maar dat zal ik nog even opzoeken, dat andere landen zoals Duitsland ook die verklaring ondertekend hebben. Dus dat is ook een land met een grote impact. En wat betreft die andere Glasgow-verklaring, die gaat over fossiele EKV's. Maar dat gaat eigenlijk alleen maar over fossiele energieprojecten. Terwijl dit gaat ook over vleesverwerkingsindustrie en dergelijke. En die hebben ook een enorme impact op het klimaat. Dus het is eigenlijk een verbreding van die verklaring. En ik zou echt, en ik snap dan ook nog niet waarom andere landen het dan wel lukt om dat te ondertekenen tijdens Klimaatop en Nederland niet. Dus ik zou echt vaart erachter zetten om het alsnog te ondertekenen. De minister. Ik heb de oproep van mevrouw Teunissen gehoord. Maar ik hoop dat ze er ook begrip voor heeft dat er op zo'n top echt tientallen verklaringen opeens opkomen en niet altijd meteen de impact daarvan helemaal duidelijk is. Maar we komen hier later op terug en ik zal haar aansporing ook gebruiken in mijn gesprek met de minister van BUAOS. Dan de heer De Groot vroeg, ook naar aanleiding van de afspraken in Dubai, in welk jaar is het haalbaar om die fossiele brandstoffen naar nul af te bouwen? We hebben met de Europese Unie en de Eurocommissaris voorop hier ook hard voor gestreden tijdens deze klimaatonderhandeling. Dus we zullen nu ook als EU moeten gaan kijken hoe gaan we dit op ons eigen continent dan goed nu organiseren. In Nederland kunnen we daar met het Nationaal Plan Energiesysteem al mee aan de slag. Daar schetsen we per energieketen de stap richting klimaatneutraal. Dat is nog aangescherpt naar aanleiding van de motie Bouke. En daarmee komt er ook een afbouwpad voor het gebruik van aardgas in het Nederlandse energiesysteem. Het Nationaal Plan Energiesysteem is nu definitief vastgesteld door het kabinet. Naar aanleiding van de uitgebreide consultatie. En het komende jaar volgen dus die concrete uitwerkingen per keten. We zullen met name in Europa moeten kijken welke jaartallen er realistisch te hangen zijn aan de internationale zeescheepvaart en de luchtvaart. Dus dat wordt daarbij de uitwerking de uitdaging. De heer De Groot vroeg ook nog naar de stand van zaken van het Burgerforum. Samen met de minister van BZK heb ik het afgelopen jaar veel overleg gevoerd met uw Kamer over de randvoorwaarden voor een burgerforum over klimaat. Het overlegorgaan voor de fysieke leefomgeving is nu bezig met de eerste voorbereidingen. En in januari ontvangt uw Kamer een brief over de voortgang. Dan zeg ik dat alvast. Wij doen ook uw Kamer het verzoek om de klankbordgroep in de Tweede Kamer weer wat aan te vullen. Ik denk dat mevrouw Kreuger en de heer Erkens daar nu nog in zitten, maar een aantal andere leden is geen Kamerlid meer. Dus het zou denk ik goed zijn als er uit verschillende politieke kleuren leden in de klankbordgroep voor het Burgerforum plaatsnemen, omdat dat ook het succes van het Burgerforum ten goede komt. De heer Kops vroeg nog naar het Klimaatschadefonds. Bij de Klimaatop vorig jaar in Sharm el-Sheikh is afgesproken dat we arme landen die weinig hebben bijgedragen aan klimaatverandering, maar al fors worden geraakt daardoor, dat we die beter gaan ondersteunen bij die klimaatschade. Tijdens deze klimaattop is een finaal akkoord bereikt over de oprichting van het Klimaatschadefonds. Die zal worden georganiseerd bij de Wereldbank. Er is een startkapitaal toegezegd. Dat is een totaal van $700 miljoen wereldwijd. Nederland heeft daar dus 50 miljoen aan bijgedragen, omdat we het belangrijk vonden dat dit fonds in ieder geval van start zou gaan. Maar er moet later nog blijken hoe dat fonds verder wordt gevuld. Wij zetten ons als Nederland in om dat te doen via meer creatieve vormen van financiering en niet zozeer via nationale begrotingen. De heer Kops vroeg ook nog naar greenwashing. Het akkoord dat we destijds met Denemarken hebben gesloten, dat heb ik ook wel eens eerder tegen de heer Kops verteld. Ik was er ook niet zo'n fan van. Het was wel nodig om aan een Europese verplichting te voldoen. Maar je moet natuurlijk gewoon zorgen dat je eigen zaken op orde hebt in plaats van dat je elders dit afkoopt. Bij de inzet van biogrondstoffen hebben we inmiddels de boekhoudregels flink aangescherpt om dubbeltelling en daarmee greenwashing ook te voorkomen.
Mevrouw Posma, die vroeg naar de Noordzee. En in het blok energie kom ik daar straks nog veel uitgebreider op terug. Maar heel specifiek als het gaat om klimaat. Ik ben er zeer voorstander van dat we ook moeten kijken hoe kunnen onze ecosystemen ook bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. En als er sprake is van vastlegging van koolstof, hoe kun je dat dan ook goed waarderen? We zijn daarbij wel gehouden aan de methodologie en de afspraken die op mondiaal en Europees niveau zijn gemaakt binnen de afspraken over landgebruik. En daardoor zijn de mogelijkheden voor de credits voor de Noordzee wat beperkt. Maar we zijn breder ook in Europees verband aan het kijken naar die koolstofvastlegging. Dus ik zal dit gewoon meenemen dat het daar niet alleen maar elke keer gaat over bossen, maar ook over wateren. En straks dus meer over de energietransitie op de Noordzee. Zal ik dit blokje even afmaken, voorzitter? Ja, doet u maar, want we zijn nu bijna een uur bezig. Dus ik zou wel willen proberen om deze termijn korter te laten zijn dan de totale inbreng vanuit de Kamer. Ja, de heer Dassen vroeg nog naar de bijdrage van de financiële sector. Daar ben ik met de minister van Financiën en de financiële sector mee bezig. Met een klimaatcommitment vanuit die sector. En binnenkort start ook...